Ja, in de serie Hobbies of Passies hebben we ook kennis gemaakt met de heer Huub Bruls. Hij woont momenteel in Elslo, maar hij heeft een hele serie prachtige oude foto's van Urmend. Huub, vertel eens, wie komt zich aan Urmend als mens uit Elsen? Ja, ik ben geboren en getogen in Wamendenheer. Ik heb tot mijn 28 jaar in Wamend gewoond, de eerste 10 jaar in Oud-Wamend, in de oude kern. Dus en dit, dat is het meeste bijgebleven. En daarna ben ik nog niet Wamend verhuisd. En nu woont ze al een hele tijd in Elsen? Ja, ja, ik heb een vrouw van Elsen en die wilde met gepaard naar Wamend. Dus ik ben naar Elsen moeten gaan. En je bent ook goed geïntegreerd, hè? Ik ben ja, goed gewend in Elsen. Ik ben een verenigingsleider door. Ik ben, ja, goed, ja, goed gewend. Maar het feit dat ze dus nu een Elsen woont, heeft zich tot die hobby eigenlijk gebracht. Dat. Vertel eens, schat, vlot eens een schets zien van die hobby. Ik heb hier een foto liggen, die is gemaakt in 1943 door een Knops. Ik heb die foto gekregen van Toon Diamond. Dat is juist een Duitse soldaat in de Grote Straat. Ik zei dat het nooit een 43 is, want ik heb het nog gevraagd wie een man dat ja, we verstaan je van het verleden van de oorlog en daar heb ik dat verteld. Want hij had het gezien aan het geweer. Dus het moet nooit een 43 zijn. Hier links zie je nog de oude pastorie. Daar is toen een bom in gevallen in de oorlog. Die is gans verwoest. Er lagen varken met de king in de kanjel. Dus Jezus. 43. Ja. En dat, ja, dat is nu een groot deel. Het besteedt daar dus ook niet meer van. Nee, want dit is allemaal afgebroken. Hier ligt de winkel van Nolke Bergbos later. En dit is allemaal weg. En hier achterom ligt de kerk. Aha. En daar heeft zich veel meer. Laat eens ja. Een andere foto nog zien. Dat is een verhaal apart. Ik hoor een arts bij dokter Jokers op consult. En ik zat tegen mijn vermeer en ik ben zo aan het kijken en dan zie ik dat buks liggen. Ik heb er zo tegen mij, ik was best aan het kijken. Ik zeg, ja, ik ben aan dat buks aan het kijken, ik ben van Wamend. Ik heb er zo, moest het hebben. Ik zeg, ja, ik ga wel graag gehad. En ik heb dat buks gekregen en ik ben met Joost aan het blaaien in dat buks. Zat er drie ganse kleine veutjes in. En daar heb ik die vergadering van gemaakt. Dat is de frittenwagen van Nul Sliekers. Dat is de eerste frittenwagen van Wamend. Dan kon ze de vroeger kregen frit met prikkelilly. Of een mayonaise, of een mosterd dan. En mosterd. En een jaring van de braadtering. Ja. De woning van frikadellen in een tijd. Ja, en voor een chic vroeger ook prikkelilly lekkerder als mayonaise, omdat ze daar niet hoefden te betalen. Ja, dat waren de mayonaise toen. Gewoon alleen prikkelilly. Dan weer de vroeger maar frit met prikkelilly of met mosterd, want dat krijg ze gratis. Toen die mayonaise moest ze 5 cent geven. Ja. En hier links ligt het huis van Verbeek. En hier is het huis van Til van de Vroom. Dit huis heeft later Lambert Spee gewoond. En daarvoor heeft Peter Vierhand erin gewoond met Doka. Dus en nu is het huis weer verkocht. Dus toen kent eigenlijk de ganse historie van Urmend van Boete zo'n ja, beetje. Ja, ik wil niet zeggen alles, maar ik weet toch wel veel. Dit is ook een interessante foto, hè? Ja. Dat is Loreng Notte. De werken vroeger die als knecht in Berg wie de schoenmaker Meijers. En de hoorde met de fiets. Hoorde hij overal de schoen op en dan hoorde hij daar gemaakt. Maar hij had hier in de schoenlijk staan. Op den dag tot die foto is gemaakt, horenjarig. En hij had er van een schoenzuster een schoenlijk gekregen. Hoefde hij niet met de fiets te gaan. Dat was de verroetgang. We hebben nog meer verroetgang. Hier heb ik zo'n foto's heb zien liggen van de kattenkop. Ja, van de kattenkop. Moet ik even pakken. Hier is de kattenkop in Aamboe. Dat zijn foto's, origineel komen die van AVD, van Schiphol. Maar de Monumentenstichting heeft die ook aangekocht. En daar heb ik die foto's gekopieerd. Hier is de kattenkop in 1949 in Aamboe. Hier is nog het oude klooster. Hier op de Poolweg is nog de oude kippenruk, waar ze vroeger de kezel in de schepen deden. Dat is allemaal afgebroken. Hier is de burgemeester Striekerstraat. Er staat nog niks. Allemaal bos. Hier is de Gulikerstraat. Dus er wordt nog niks. En dat is de kattenkop in Aamboe. En, ja. En hier is de kattenkop. In 1954 is de kattenkop klaar.
Zus hier het oude klooster, zus ook heel goed. Zus het huis van Hendricks, wat wil zeggen van mij op de bad. En hier zus het huis van Willy Klaassen, dat wordt een kleermaker. Dat heeft er vroeger gewoond. En als het water wordt, dan stond er altijd jonge water. In verband met de mijnverzakking. Katkop is natuurlijk een verhaal apart, want van alles wat ze hier lezen, staat nu niks meer van, hè? Is al afgebroken. Daar gaan ze nu een mooi dorp van maken, misschien, als het eind zwerven. Ik vind dat het lang duurt, als ik kan beginnen. Ja, dan moet nog heel het water door de Maas, denk ik, voordat dat... Hier is het water. Onder aan de bad, dat is het oudste huis van Warend. En ging ze de trappen op. Dit is Tilly Diamond, dat is Saf Diamond. Dat is dan Bert Bruls. En dat is dan die daar, wordt de vrouw van Saf. Wie komt zijn al die schone foto's? Die foto die heb ik gekregen van T. Tolen. Die in een keer in een bos op een maart uitgehaald. Daar heb ik een kopie van gemaakt. Vond je een heel mooie foto, denk je, die moest hebben. Die achter is nog het klooster, dat is nog wel afgebroken allemaal. Tja, ja. Dit is ook een interessant, hè? Ja, dit is de eerste supermarkt van Warmond. Dit is een Urmond Oost. Dat is in 54 zijn er een boeken. En in 58 is er geopend. En nu is in Urmond niks meer? En niks meer. Dat is nu een kapperszaak. Dit is Harry Boers en zijn vrouw en zijn drie kinderen. En dat is dus eigenlijk waar ze in Urmond nu weer een beetje heimwee nou hebben, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? Maar er is niks meer, hè? Er is alleen de Jumbo en anders hebben ze niks. Ja, en dan moest een stuk voor de brug over. Hè? Ja. Maar dat is ook een hele aparte, vertel. Ja. Dit is dat is de roeibord van Bert Martens. De vorige met de lui. Vanuit waar men over naar Merzik. Stook daar over. En zien ze hier op stoon. Openbaar veer. Urmond, Meersweek. Maar het is wel gewoon een hobby van de mens. Ja, dikker voor de kos, hè. Zat de lui over, hè. Oh, moest wel betalen. Ja, dacht het wel. Maar dat openbaar veer, dat was elke dag. Dat is elke dag. Ja, dat moest maar slim zijn, hè. Ja. Dit is ook een heel interessante. Ja, die foto is, die heb ik gekregen van Jean Kerkhoffs. Dat is de fanfare. Die drukt die door de grote straat. Ik zat tot rond 1931 is, want ze zijn nog geen uniformen. Dus dat is een heel oude foto is dat. En toen waren ze aan het bedelen, denk ik. Ja, dat is later. En hier trekken ze, hebben ze de eerste keer uniformen aan. Dat waren EVS. Hierachter komt een fanfare van mens. En die is genomen vanaf het oud kerkhof, in Oud-Warmond, die foto. En die foto is waarschijnlijk genomen door Willy van de Paters. Want Willy, dat waren de kos. Vroeger bij de paters en die deed alle klusjes, maar dan maak ik nog wel wat foto's vanavond. En door Willy is ook bewaard gebleven van oude foto's. Maar ze zegt Willy van de paters, dat is waarschijnlijk ook een verhaal, want de paters hebben dan zich geen kinderen. Nee, dat waren de kosten door Willy. Oh, daar verrijs je naar Willy van de paters. Ik weet niet wie we met een achternaam hebben, maar ze zag dan altijd Willy van de paters. Ja.